President Desi Bouterse gaat naar Cuba voor een medische check-up. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut NII. Al ruim 2 jaar heeft president Bouterse deze check-up niet gedaan, terwijl hij reeds in het systeem van Cuba zit. Zijn medische check-up is gekoppeld aan een weekje vakantie. Gisteren hield het staatshoofd een regeringsvergadering waarin hij zijn reis aankondigde. Tijdens de periode van zijn afwezigheid zal vicepresident Ashwin Adin waarnemen. In een statement aan het NII merkte Bouterse op dat hij deze mededeling doet om geruchten te voorkomen. Die mededeling moest ik dus doen aan de mensen dat er verder geen om allerlei rumors te voorkomen. Ik kon moeilijk natuurlijk in zwembroek daar verschijnen, want dan hoor ik op een nier van Abrahams daar. De meeste wilde verhalen, maar we zijn kampioen in het vertellen van verhalen. Alleen wanneer de zaken zijn ontzenuwd, hebben we nu de grootheid om aan te geven dat we stout zijn geweest om zaken verkeerd aan de gemeenschap door te geven. Dus de familie gaat ook mee voor en natuurlijk onze artsen. En tegelijkertijd kijken naar de afspraken die er zijn tussen het staatsziekenfonds en de regeling met de Cubaanse autoriteiten met betrekking tot het uitzenden van speciale patiënten van ons die daar mogelijk behandeld gaan worden. Er gaat ook 1 jongeman mee voor het nakijken van zijn knie. In de regeringsvergadering heeft de president ook het bestuurlijk werk besproken. Onder andere moeten ministeries hun deel van de jaarrede in de eerste week van september inleveren. We moesten de minister attenderen dat binnen de contouren van ons 5-jarenplan we naar het 3e jaar gaan. En dat zij dus concreet moeten aangeven wat het jaarplan voor 2018 inhoudt. Gezien de tijd moeten ze de zaken voor rond 1 september inleveren. Een andere mededeling was dat er een aantal besluiten genomen door de regeringsvergadering, zeg wel voor december van het jaar, nog steeds, van vorig jaar nog steeds niet zijn uitgevoerd. En dat wij samen met de DNA toch willen kijken naar de uitvoering, omdat er politieke complicaties mogelijk geweest kunnen zijn. Het zijn voornamelijk maatregelen die te maken hebben met inkomstenverhogende situaties. Waarbij we natuurlijk ervoor moeten waken dat de minst bedeelden getroffen worden daardoor. President Desi Bouterse. Hij heeft gisteren tegenover het Nationaal Informatie Instituut een statement gegeven over zijn vertrek naar Cuba.